Nou, we zijn hier aan boord van het motorschip Roldok Sun. Het eerste schip van de firma Roldok. De Roldok Sun is het eerste schip van een serie van 8. We zijn nu voor de eerste keer in Rotterdam na 8 maanden varen. Dit wordt reis nummer 10. En we zijn hier in Rotterdam om een door IHC gebouwde nieuwbouw, dredger, te transporteren van Rotterdam naar Pakistan, Karachi. Het type schip Roldok Sun is wat wij noemen een multipurpose heavy lift ship. En dat moet u een beetje zien als zijnde, het zit tussen de gevestigde hijsschepen in en de echte open wijdek submersible schepen. Dit schip kan 3 dingen. We kunnen afzinken, we kunnen row-rowen via de laadklep en we kunnen met de kraan ook hijsen. Dus dat is het unieke van dit schip. En daarom zitten we dus ook tussen 2 markten in. Nou, dat hebben we ook al gezien in de ladingen die we vervoerd hebben. Sinds januari is schip druk bezig geweest. Wij hebben ro-ro-ladingen gedaan, onder andere voor ExxonMobil. Een stuk of 7 reizen met 50 meter hoge modules van 2300 ton. We hebben zojuist een onderzeeër van India naar Rusland vervoerd. Van Rusland, Noord-Rusland, zijn we hier naar Rotterdam gevaren. En hier in Rotterdam laden we dus die dredger van IAC. En die past net in het ruim. Het ruim is 116 meter lang waar we nu in staan, 19 meter breed. De dredger die we gaan laden is 106 meter lang en 18,80 meter breed. Dus waar wij nu staan, daar gaan we laden, staat hier 4 meter water. First of all, everybody, welcome on board of the Roldok Sun on our first trip to Rotterdam. Ondanks het feit dat deze schepen duidelijk puur gebouwd zijn voor de multipurpose heavy lift en wij dus echt pure trampers zijn, zullen wij toch Rotterdam regelmatig aanlopen. Rotterdam is faciliteiten wel een van de best georganiseerde havens ter wereld.